altijd thuis in Leiden. Sleutelstad. Een hele goede avond. Mijn naam is Bart-Jan. En ik ben Paco. En dit is Sport 071 Pilgrim Nation. Het sportprogramma over All-American Sports. Met een fijne Leidse twist. Mooi man. Hey, het is oktober. Wat gaan we doen? Nou, natuurlijk de World Series. Die zijn van afgelopen nacht begonnen. We kijken naar de NFL. We kijken naar de NBA. Die is alweer een weekje of twee bezig. Misschien nog wat ijshockey. En verder wat er nog ter tafel komt. En natuurlijk hebben we ook nog speciale gast. Leidse topsportcoördinator Pieter Verhoog. Ja, die zit in de file. Dus hij moet opschieten. In ieder geval, mensen. Wij vragen jullie om jullie vragen aan ons te stellen. Gebruik de hashtag 071 SPN via Facebook of je Insta en we doen ons best om te antwoorden. Jongens, dit is Pilgrim Nation. Blijf luisteren, there's more to come. Dat was Shawn Mendes met If I Can't Find You. Nou, je luistert naar Pilgrim Nation. 071 Sport, Sport 071. Zeg, let's play ball, Bart-Jan. Ja, zoals we al zeiden, de World Series natuurlijk gisteren, afgelopen nacht. De eerste wedstrijd tussen de Houston Astros en de Atlanta Braves. Opvallend, want de Braves hadden een moeizame start. Halverwege het seizoen stonden ze zelfs, ik weet niet onderaan in de divisie, maar heel slecht. Terwijl de Houston Astros met een geweldige slagploeg, die hebben dit seizoen geloof ik 107 wedstrijden gewonnen van de 162. Dus reken maar uit hoe goed ze zijn. De Astros zijn ook torenhoog favoriet, maar wat blijkt, vannacht winnen de Atlanta Braves. Wint gewoon de eerste wedstrijd met 6-2 maar liefst. Ja. Ja. Hey, maar leuk en wel, de Astros favoriet. Maar vertel eens, wat zijn een beetje stoute jongens, of niet? Nou ja, of ze nog stout zijn, weten we niet. Ze zijn stout geweest in het verleden. 3 jaar geleden is het volgens mij, het is in ieder geval hun vijfde World Series. 2017 was het. 2017, ja. 4 jaar geleden ja. Alweer. Is later uitgekomen dat zij een camera hadden gericht op de catcher. Zoals de kenners weten, de catcher die geeft alle signalen van welke worp de pitcher moet gaan gooien. En dan met het slaan op een afvalemmer hoorden de slagmannen wat voor een bal er ging komen. Waardoor ze dus konden anticiperen op de slagman. En waardoor ze dus wedstrijden konden winnen. En dus zo vals speelde, want dat is verboden. Ze zijn kampioen geworden. Dus wonnen zelf de World Series. Ja. Ja. Hey, en als we een beetje de Nederlandse connectie zoeken. Bij de Atlanta Braves, die speelt een speler die heet Ozzie Albies, second base. Ja. Weet je iets van hem? Nou ja, hij komt van Curaçao, Nederland. Hij heeft nog niet in het Nederlands team gespeeld, als een van de weinigen. Maar ja, het is echt een hele grote jongen al. Hij sloeg dit seizoen 30 home runs. En sloeg nog meer punten binnen en... Hij is ontzettend snel, klein en ontzettend sterk. En kan dus ook heel goed honken stelen, zoals hij vannacht ook weer deed zelfs. Ja. En ja, het gewoon een hele, hele goede, hele complete honkballer. En pas 24 jaar volgens mij. En ja, wat wou ik zeggen? Ja, hij is al 2 keer heeft hij meegedaan aan de All-Star Game. Wat al heel bijzonder is voor zo'n jonge leeftijd. En echt nou een hele grote speler. Als het een voetballer zou zijn geweest van Nederlands elftal, zou het een van de grote sterren van het Nederlandse voetbal zijn. Ja, want we hebben gewoon genoeg spelers in de Major League Baseball. Sander Bogaerts en Kelly Jansen. Ja, precies. En bij de Padres speelt nog Profar. Ik ben zijn voornaam even vergeten. Je hebt de... Andrelton heb je nog. Die zit volgens mij bij de Los Angeles Angels. Dat weet ik niet. Ja, dan heb je Didi Gregorius. Speelt nog bij de Phillies. Ja. De Phillies, de Philadelphia Phillies. Dus genoeg materiaal om echt gewoon mee te doen. En, Zeker. En dat zijn echt grote jongens met hele grote contracten. En wat denk je dat gaat gebeuren? Het is gewoon de best of 7. Ja. Dan moeten ze gewoon inderdaad 4 wedstrijden winnen. En dan zijn ze kampioen. En deze week is dus World Series week. Dus als je kan je wekker opzetten. Ja. Kan je gewoon een streampje kijken. Ik zou zeker doen, want het is een hele pittig wedstrijd. Team als Houston is echt sterren. Tegen de Braves, dat is echt een ploeg. Klopt dat? Ja, wel een beetje. Hoewel, ik denk dat de Astros ook nog best zijn ook best wel een ploeg. Maar die hebben gewoon een slagploeg. Zoals een Amerikaanse verslaggever schreef. Je kan gewoon die namen gewoon in een ton doen. En per loting de slagvolgorde bepalen. En het maakt niet uit zoveel goede slagmannen. Ja. Maar gisteren kwam het er niet uit. En of dat door het goede pitchen kwam van Atlanta. Of dat ze gewoon hun dag niet hadden. Misschien de spanning. De vraag is, houdt Atlanta het vol? Dat is een beetje mijn angst. Want die ploeg, die slagploeg, die komt dat hadden ze tegen de Red Sox hadden ze dat ook. Ja.
En dus ja, en, maar Atlanta Braves, ja, in de jaren 90 volgde ik ze. Toen had je, toen waren ze ook heel goed. Ja. Volgens mij met Chipper Jones had je toen Mark Lemke, weet ik nog. En Andrew Jones natuurlijk, een de allereerste van Curaçao. Die klopt. Hele grote naam in het honkbal ook. Ja, maar ze hebben gewoon een hele mooie periode gehad in de jaren 90. Ja. En toen, toen ging het helemaal uit elkaar. En zijn ze gewoon natuurlijk verhuisd naar het nieuwe park. Ja, ja, ja. En nou, klein beetje, dat zijn ze gewoon opgekrabbeld. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een zwak voor de Braves, hoor. Ik bedoel, Atlanta is gewoon echt een stad waarop gewoon een trauma loopt. Hè. Het zijn gewoon de stad van net niet, hè. Denk aan de American Football en de Braves ook. Ja, dus ik hoop dat het echt zo ontzettend, dat ze gewoon inderdaad 4 achter elkaar kunnen winnen. Of in ieder geval 4. Maar goed, we hebben het over baseball. En ik hou van tradities. En we hebben onze onderdeel van de music, Stadium Anthem. Bart-Jan, wat heb je vandaag voor ons meegenomen? Ja, nou, bekend. Misschien het nummer is, moet ik het al verklappen. Nou, in ieder geval bij Boston. De Boston Red Sox spelen altijd de Sweet Caroline van Neil Diamond. Wat is het, in de bottom van de 8e inning. Ja. Dus dat is zeg maar tussen de 8e en de 9e inning. Ja. Ja. En nou, Sweet Caroline. En dan gaat het hele stadion swingt mee met Sweet Caroline. Ik weet het jaar niet meer, maar na de aanslag op de Boston Marathon werd Boston 1. En kwam Neil Diamond zelf het lied zingen in het stadion. En dat zijn heftige beelden, zeer emotioneel. Tearjerker. Dus ook voor Neil Diamond zelf, vertelde hij later. Dus ik zou zeggen, nou ja, Sweet Caroline. Laat me wel, kom maar binnen, Caroline. So good! Uit 1969, Sweet Caroline, Neil Diamond. En het is tijd voor de NFL. Week 7, Bart-Jan, wat is je opgevallen? De Cardinals zijn nog steeds perfect. 7-0, zoals die Amerikanen dat zo mooi zeggen. Ze staan als eerste geplaatst nu in de NFC. Dat is nou een grote verrassing, want de Cardinals waren de laatste jaren niet echt spectaculair. Die waren saai en gewoon niet zo goed. Ja. Maar ze hebben, ja, Kyler Murray was in college een waanzinnige quarterback. En die is ontwaakt, denk ik. En bovendien hebben ze nou ook hele goede spelers met, nou ja, de receiver, hoe heet die? Die van de Texans komt. Mm-hmm. En nou, ze hebben gewoon eigenlijk gewoon een heel goed team. En de kenners zeggen een beetje, ja, ze hebben nog niet echt tegenstand gehad. Maar volgens mij is dat ook niet helemaal waar, want dan word je toch niet 7. Ja, goed, ze hebben J.J. Watt binnengehaald. Ja, ja, dat ze is hebben, de tight end van de Eagles. Ik ben zijn naam kwijt. Ja, Ertz. Ertz. Ja, Ertz. Ja, Zach Ertz. Ja. Ja, nou ja, weet je, de combinatie tussen nieuw jong en oude garde, ik denk dat dat heel goed werkt. Dat hebben gewoon de Bucks gewoon vorig jaar laten zien, toch of niet? Ja, dat zeker. En nou ja, en ze spelen heel, het is heel fris, vind ik, hoe het eruit ziet. Ik vind ze wel opvallend. En ze hebben, en die, wat heet die, Andre Jordan? Of is dat de basketballer? Nou, dat is de basketballer. Die Andre Johnson, volgens mij. Nou, in ieder geval, die vangt alles. En hij met zijn voeten binnen de lijnen, dat vind ik zo heel knap. Ja. Dus ja, de Cardinals, het is heel interessant. Volgens mij moeten ze donderdag alweer, maar dat weet ik niet zeker. Ja, ja. En weet je tegen wie? Is een pittig wedstrijd. Ik wist het. Nee, ik geef het op. Oké. Zullen we het zo houden? Ja, nou ja. Oké. Hey, Tampa Bay hebben we net over gehad. Nou, die gaat steady as she goes, hè? Gewoon schipvaart. Ja, dat, het is, ik heb er een paar wedstrijden van gezien. Ja. En het, wat mij opvalt is, ja, als tegenstander, je kan gewoon geen fouten maken. Want elke fout is dodelijk gewoon. En Brady is nog steeds op onwaarschijnlijk hoog niveau. Dat is gewoon ongekend. Ja. Ja. Afgelopen weekend gooide hij zijn 600ste touchdown pass. Nou ja, dat de nummers. Verhaal is leuk, hè? De nummers 2 tot en met weet ik veel. Ja, dat verhaal klopt. Is leuk, hè? Want dat die had receiver gewoon, Evans, ja. Die wist het niet en die gooide de bal in het publiek. Die gaf dan een kind. Ja, en inderdaad. Of aan een fan, nou, in ieder geval. En een kind. Ja. Uiteindelijk zijn ze gaan onderhandelen. En wat heeft hij gekregen? Nou, een andere gesigneerde bal. Twee helmen. Seizoenskaart voor 2 jaar? Ja, $1,000 gift ticket voor de Buccaneers shop. De bescherming, de cleats heet dat. Ja. Van de Mike Evans. Mike Evans, dit. En de schoenen. Ja. En dan ook nog, zegt Tom Brady of het waar is, weet ik niet. 1 bitcoin van Tom Brady. Ja, zo doe je dus, dat. Dat was al een goede handel. Ja, zo doe je dat. Ja, ja. Ja. Maar ze zijn gewoon heel goed en moeilijk te verslaan. Maar als ik een keer denk van dit doen ze het weer niet. Want dat zag je bij de Chiefs. Die begonnen
ja, die begonnen slecht. Twee wedstrijden daarna waren ze weer de oude Chiefs. En ja, nu, ja, ze zijn het helemaal kwijt, lijkt het wel. Ja, sorry, Earl, what the fuck met de Chiefs, joh. Hey. Ja, ze zijn het gewoon kwijt. Ja, het is gewoon echt een gatenkast. Ja, ja, ja. En de onmogelijke ballen die Mahomes eerst wel maakte, die komen nu niet aan. Of het gaat helemaal verkeerd. Ja. Nou ja, goed, met de verdediging is ook gewoon niet goed. Ja, ja. En het rommelt aan alle kanten. Hé, hey, maar de verrassing van nu. Wie vind je? Gewoon de Cowboys of de Bengals? De Bengals vind ik toch verrast. De Cowboys hadden op zich wel een goed team. Vorig jaar een beetje pech met blessures. En ook wat ruzie tussen spelers en management. Ja. Ja, de Bengals hadden well, vorig jaar de Joe Burrows. Dat was de nieuwe coming man. Die begon redelijk, raakte toen zwaar geblesseerd. Is nu terug. Iedereen vroeg zich af, kan die het nog? Ja. En hij is, ze spelen heel goed. Gewoon, ik vind hem goed spelen. En het mooie was ook, wat vond hij van de herrie in de stadions? Nou, bij college was er veel meer herrie, dus dat viel wel mee. Dus dat vond ik ook heel mooi. Ja, niet zo zeuren. Dus dat is een mooie verrassing. Nou, de Bills was wel een beetje verwacht. Sleeper team, hè? Die Josh Allen, die wordt oersterk. Die is oersterk en heel groot en ook heel goed. Maar de rest van het team. Dix is geweldig. Ik vind hem gewoon een geweldig receiver. Ja, En je hebt vandaag een prachtige shirt aan. Ja, Tennessee Titans. Dat is altijd een beetje underdog. Altijd, ik vond het altijd ook weer zo'n net niet team, zeg maar. Ja. Maar ze hebben nu met Derrick Henry ze een running back. Dat is een soort, tank. Het is maar een hele snelle tank. Want hij had, vorige week de 4-2. Snelste. 4-2. Hij had 4-2 in de 60, hè? Ja, zoiets. Ja. Maar hij had tijdens de snelste touchdown run of zoiets. Ja, ik weet niet, het was een miles per hour, maar het was heel hard. En ik heb een leuk verhaal voor jou. Want ik ben van kinds af aan, was ik eerst een Houston Oiler. Ja. En Houston Oilers moesten gewoon daar weg. Dat mismanagement. Ze zijn overal teruggekomen en op een moment komen ze gewoon terecht in Memphis. En dan veranderen ze van naam. En dan worden ze de Titans. Ja. En vind ik heel leuk. Dus ik heb een zwak voor de Titans. Ja, ja. Ja, nou, ik vond. Vorige week had het heel even over Oregon. En dus Marcus Mariota was daar de quarterback. Klopt. En die ging naar de Titans. Dus toen denk ik, daar moet ik een shirt van hebben. Heb je van de Ducks gezien? De Oregon Ducks? Ja. Het is wel weer. Oké, maar goed, ik wil nog even één ding zeggen. NFL, afgelopen weken waren de London Games, zoals het zo mooi heet. Ja. Eerste overwinning voor Trevor Lawrence. Het was geen beste wedstrijd, maar ze wonnen wel. De Jaguars, ja. Ik vind het jammer om Trevor Lawrence zo te zien struggelen. Ja. Het ligt niet alleen aan hem, denk ik. Gewoon de hele, het is gewoon een systeemfout. Maar volgend jaar wil de NFL dus naar Duitsland. Waarschijnlijk is het verhaal. Er zijn drie steden die hebben nog kans. En dat zijn Frankfurt, München of Düsseldorf. Dus voor de Nederlandse American voetbalfans, Düsseldorf. Ja, dat is 2,5 uur rijden volgens mij. De kaartjes zullen niet goedkoop zijn. Ik weet ook niet of Düsseldorf het wordt. Want ik denk dat het stadion van München of van Frankfurt, dat heeft denk ik iets meer uitstraling voor een NFL-wedstrijd. Ja. Maar wie weet. En uiteindelijk is het denk ik toch op het vasteland makkelijker reizen dan naar Londen. Ja. Dus dat is heel interessant. Hoe leuk zou het zijn? Volgende jaar gewoon een uitzending vanuit Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Dat is super leuk. Als jij dat goed vindt. Ja. Hey, zal ik afsluiten? Want ik weet dat jij gewoon echt brandt om ons te vertellen hoe het is na 75 jaar basketballen. Basketbal. Nou, voor alle mensen die vorige week klaar zaten met de basketbal op schoot. Nu komen we echt toe aan de NBA. Want zoals ik zei, ze zijn begonnen. Twee weken geleden ongeveer, geloof ik. Het 75ste seizoen. Dat is natuurlijk weer inderdaad een kroonjaar, of hoe je het noemt. Er wordt een hoop aandacht aan geschonken en gegeven. Het is allemaal prachtig. Ja, hoe heet het? De laatste jaren heeft de NBA nogal een stormachtige ontwikkelingen gemaakt. Van de grote powerspelers tot naar de driepuntenschieters. De finesse driepuntenschieters. En ook de ontwikkeling van de superteams. We hadden de Golden State Warriors met Steph Curry en Kevin Durant. Daarna de Houston Rockets met James Harden. Dit seizoen zou dan de Brooklyn Nets zouden favoriet zijn met Kevin Durant. Ik moet even het andere velletje erbij pakken. Dan heb ik de namen. Je zoekt maar je rustig je namen op. Terwijl je daar aan het zoeken bent, wat ik heel leuk vind aan de NBA dit seizoen, is dat op de Pacific Division, dus gewoon eigenlijk aan de westkust, hebben we een divisie. Hè? En er zijn de vier teams die gewoon alle vier gewoon kampioen kunnen worden. Ik vind de Golden State Warriors, had je het over, met Steph Curry. Gewoon een begenadige speler, vind ik dat. Echt zo vluchtig als water.
De Lakers met LeBron. Hè, dat, ja, ja, dat die... is het, de Galacticos. Is dat, ja, dat, is, dat zit geld in natuurlijk. Ja, maar wat je ziet, want dan heb je natuurlijk Anthony Davis. Dat, ja. Ik vind LeBron James echt, ja, echt fantastisch. Maar en Anthony Davis volg ik al vanaf college. En de stadgenoten van de Lakers, de Clippers? Ja, met Kawhi Leonard en Paul George. En Paul George, ja, ja, zeker. Ja, ja. En de Phoenix Suns. En die zijn daar niet zo beroemd, maar het is een mooie ploeg. Hoor. Ja, een verliezend finalist natuurlijk van vorig jaar. Van, ja, het vorige seizoen. Van de Milwaukee Bucks, wat, ja, dan weer geen sterrenteam was. Of, nee, power teams, of hoe, ja, ze het willen noemen. Superteams, maar wel met de Greek Freak Giannis Antetokounmpo. En nou ja, gewoon, en die hebben gezegd, ja, wij gaan weer winnen. Of we laten zien dat we geen eendagsvlieg zijn. Ja. Dus, maar de ontwikkelingen nu zijn die ongeveer... De meeste teams hebben ongeveer 5 wedstrijden gespeeld. Klopt. En het verrassende is, de Chicago Bulls hebben nog niet verloren dit seizoen. Mooi, dat is... nog zelfs voor de Jordan-tijd, geloof ik, was de laatste keer dat dat gebeurde. En ook opvallend, de Charlotte Hornets hebben nog niet verloren. En dat is het team van Michael Jordan. En ja, die Michael Jordan was een fantastische basketballer. Maar, ja, als manager en draft en dinges is hij, ja, minder succesvol, laten we het zo zeggen. Dus, nou, dat, ja, is opvallend. Die was toch gewoon betrokken bij de Wizards? Die was gewoon toch mede-eigenaar, of niet? Of was hij gewoon een manager? Volgens mij was hij inderdaad ook mede-eigenaar. Maar is hij wel nu volledig eigenaar van de... Van de Charlotte Hornets, ja, inderdaad. En daar, ja, woont hij ook natuurlijk. Ja. En daar is hij, ja, ja, heeft hij, ja, gestudeerd. North Carolina, klopt. Ja. Hey, maar goed, wat zou je verwachten? Ik bedoel, het is gewoon hartstikke vroeg in het seizoen... om iets te kunnen zeggen, of niet? Ja, er is toch niks te zeggen. Ik wil alleen twee nog op de gebroeders Ball. Lonzo bij de Bulls, noemde, ja, hij net al. Ja. En zijn broeder LaMelo Ball bij de Hornets. Ja. Nou, die ze hebben opvallend gestart. Sleeper outsider zijn de Dallas Mavericks natuurlijk... met Luka Doncic, die vorig seizoen echt naar de pannen van het dak speelde. En een van de sterren van de toekomst, ja, is. Maar ook de Utah Jazz, die... Hele, dat zijn ook hele degelijke, met Chris Paul, maar voor de rest ook gewoon onopvallende spelers. Maar wel een heel, heel, heel goed team. Ja. Dus ja, het kan alle kanten op. En ook, ja, in het basketbal is de bal rond natuurlijk. Wordt het nog uitgezonden door Ziggo of niet? Weet je? Volgens mij is het op ESPN tegenwoordig. Nou, als jij gewoon de mogelijkheid hebt om dat te kijken. Dus echt, ja, dik en dik spektakel. Hey, ik zou zeggen, ik denk dat het tijd is om aan te kondigen wie onze gast gaat zijn. Dat wordt gewoon Pieter Verhoog. Ik zou zeggen, dit is Pilgrim Nation. Blijf hangen. Hallo allemaal. En voor het Regio Nieuws hoorde je Carmela Cabello met Don't Go Yet. En nu gaan we gewoon aanvangen. Je hebt gehoord Peace of Your Heart van Medusa and the Boys. En nou, we gaan naar onze vaste onderdeel. Wellicht altijd een traditie, een Amerikaanse traditie in de stadions. En over het algemeen zijn ze over college. Nou. Ja, vandaag gaan we naar het prachtige plaatsje Clemson in South Carolina. Waar de University of Clemson, of eigenlijk gewoon Clemson, zich bevindt. Nou, het is een van mijn favoriete colleges vanwege hun tenue oranje met paars. Echt prachtig. Ze hebben nu iets donkerder oranje helaas dan een aantal jaar geleden. Ja, wat is de traditie? Is heel beroemd. Dat heet Running Down the Hill. Ze komen van één hoek het stadion binnen en rennen dan zeg maar de tribune af, het veld op, bij de entree van het veld. Bij die traditie is ondertussen iets meer gekomen en dat heet Howard's Rock. En Howard's Rock is gewoon een stuk steen uit Death Valley in Californië. En de bijnaam van het stadion van Clemson is Death Valley. En dat heeft coach Frank Howard in de jaren 60 gekregen van een vriend van hem, die steen. En hij heeft hem eerst een tijdje gebruikt als deurstop, zoals het zo mooi heet. En waarschijnlijk is hij een paar keer over gestruikeld. En vond hij maar vervelend en heeft hij tegen zijn baas gezegd, neem dat ding mee en opzouten ermee. De baas heeft hem toen op een sokkel bij de ingang van het stadion gezet, waar de spelers dus komen running down the hill. En bij de eerste wedstrijd dat die steen er stond, wonnen ze die wedstrijd. Dus vanaf dat moment werd het bijna verplicht dat de spelers dus die steen aan moeten raken. De traditie is op het moment dat de kleedkamers, het running down the hill kwam ook omdat de kleedkamers ver van het stadion af lagen. Dat is ondertussen veranderd. Maar nu komen de spelers uit de kleedkamer, stappen in de bussen, rijden naar de andere kant van het stadion. Of dat helemaal duurzaam is, weet ik ook niet. Maar dat is allemaal te volgen op de Jumbotron in het stadion. Ze verzamelen zich allemaal rond Howard's Rock. Raken de bal aan of staan klaar. Dan wordt er een kanon afgeschoten en dan rennen ze allemaal het veld op. Het is heel indrukwekkend, zeker in zo'n stadion voor 81.000 man. Als je meekijkt nu, dan kan je het gewoon op het scherm zien. Het is super tof voor de traditie. Het is gewoon een zee van oranje. Niet alleen maar in Nederland hebben we oranje, maar in Clemson ook. Ja, en precies. Nou ja, en volgens kenners is het de most exciting 25 seconds of college football. Exactly.
Dankjewel, Bart-Jaan. Mooi, mooi. En nu is aangeschoven Pieter Verhoogd, topsportcoördinator van Leiden. Maar dat niet alleen. Welkom. Dankjewel, leuk. Leuk. Nou, dat was even krap, hè, want zat je in de auto, file, gedoe, maar je bent precies op tijd. En we zijn super blij dat je er bent, want je hebt gewoon een superkracht, heb ik gehoord van iemand. Is dat zo? Ja. Nou. Volgens mij weet je heel veel over Amerikaanse sporten, maar niet zoals wij, maar wel gewoon de andere kant. Kan je ons vertellen wat je doet en wat je bedrijf doet? Zeker. Ja, ik ben een sporteconoom van achtergrond. Dat is mijn werk, mijn eigen adviesbureau. Dus de mooie dingen die ik voor Topsport Leiden mag doen, is één van de onderdelen. Ik zit ook nog bij andere gemeenten waar ik topsportcoördinator ben. En ik ben gewoon adviseur, onderzoeker en docent aan de Hogeschool van Amsterdam. En daar doseer ik sporteconomie. En dat komt heel erg mooi uit. Want als je sporteconomie wil begrijpen, dan is het heel erg handig om de Amerikaanse sportmarkt te kennen. Ja. Ik zeg wel eens, als je het gedrag van apen wil bestuderen, dan kan je dat in artis doen, maar dat is allemaal redelijk geconditioneerd. Je wil eigenlijk in de jungle kijken. Ja. Datzelfde geldt voor als je wil kijken hoe nou economie in de sport uitwerkt. Dan heb je in Europa ook een heel geconditioneerde omgeving. Ja. En is het handig om in Amerika te kijken wat er gebeurt als je gewoon de markt zijn werk laat doen. Ja. Hoe er dan met teams wordt omgegaan en met spelers. Dus ik gebruik dat heel erg veel in mijn colleges. Ik heb echt, 8, 9 colleges waar de Amerikaanse sporten een hele grote, prominente plek innemen. Nou ja. Maar dan niet zozeer de uitslagen op het veld, maar de wereld erachter inderdaad. Oké, nou, en wat is dan het grootste verschil tussen wat de markt die zijn werk doet in Amerika en de markt die zijn werk doet in Europa? Oh, er zijn een heleboel verschillen. Het belangrijkste is wat ik zei net, er zijn eigenlijk minder wetten en regels. En dat maakt dat je als ondernemer in de Amerikaanse sportmarkt eigenlijk kan doen wat je wil. Dat kan in Europa niet. Omdat wij bijvoorbeeld vinden dat als partijen aanbieders gaan samenwerken. We hebben ooit de bouwfraude gehad, waarbij de aannemers met elkaar prijzen afspraken en de klussen een beetje aan elkaar toedeelden. Ja, hier zitten de mededingingsautoriteiten erbovenop. Die zeggen nee, dat moet gewoon concurrentie zijn. En je ziet ook dat in de Europese sport, daar hebben ze moeite mee. Dat is ingewikkeld. Sport heeft ook in Europa wel af en toe wat ruzie met die mededingingsautoriteiten. Van wij moeten af en toe wel samen zitten, want we willen afspreken hoe laten we spelen tegen elkaar. Zeg maar, ook al zijn we aparte bedrijven, Ajax, Feyenoord. We moeten overleg hebben en we moeten samen die competitie maken. Nou, dat heeft best wel wat voet in de aarde gehad voordat dat een beetje viel in Europa. In Amerika snappen ze dat heel goed. Ja. Daar is sport gewoon business. En snappen ze dus ook, als je een mooi product wil maken, moet je dat met elkaar doen. Dus dan heb je... Heb je heel veel regels daar. Ik bedoel, ik zat gewoon in mijn hoofd van, ik snap het dus nooit. Hoe werkt het met een salary cap bijvoorbeeld? Ik zou willen weten gewoon hoe, en dat kan je gewoon als geen ander uitleggen, hoe bijvoorbeeld een draft plaatsvindt. Wat een draft is en welke sporten maken gebruik van. Kan je daar ons een beetje meer in meenemen? Ik kan je er zeker in meenemen, maar ik denk dat het goed is voor de luisteraars om eerst even te zeggen waarom ze dat soort maatregelen hebben. Graag. En dat gaat erom, omdat ze in Amerika niet het probleem willen hebben wat wij in Europa hebben. Namelijk, in onze competities zie je altijd, als er veel geld in omgaat, daar heb ik het over, commerciële competities, voetbal, ijshockey, basketbal. Niet in Nederland, maar in bijvoorbeeld Duitsland, waar dat grote commerciële competities zijn. Hey, ZZ Leiden, hè? Pas op. Zeker, maar als je naar het Nederlands basketbal kijkt, is dat, in Duitsland hebben ze gewoon een nulletje erbij nog in de begroting. Precies, en dus wat je ziet gebeuren is dat in competities de sterker worden sterker. Hè, en rijker en rijker. Dus je ziet in al die competities de spanning dan langzaam uitlopen. En dan mogen we in Europa nog blij zijn dat voetbal onze grote sport is. Anders was het veel dramatischer geworden. Want in voetbal speelt het geluk nog een redelijk grote factor. Mm-hmm. Omdat er weinig doelpunten vallen. Als je sport hebt met veel doelpunten, dan zie je daar dat de sterkste eigenlijk gewoon altijd winnen. En er weinig verrassingen zijn. Ja. Nou, als je nou sport als product wil verkopen, dan is dat niet fijn als je een hele voorspelbare competitie hebt. Want over het algemeen kijken daar minder mensen naar dan naar hele spannende competities. Dat lijkt me 1, 2, 3. Nou, daar zie je dat in Amerika, waar sport bij uitstek wordt gezien als een entertainmentproduct. Dus waar je gewoon geld wil verdienen met sport. Ja, dat ze een hekel hebben aan saaie wedstrijden en aan saaie competities. Dus zij doen alles aan om maar te zorgen dat de sportieve kracht van die clubs een beetje gelijk is. En hoe doen ze dat? Nou ja, dat doe je door te zorgen dat die clubs ongeveer evenveel budget hebben. En dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is het niet. Want in de sporteconomie is er één wetmatigheid. En dat is in een grote markt verdien je met een product meer dan met hetzelfde product in een kleine markt. Heel plat gezegd, als je Robin van Persie gaat verkopen in de Nederlandse markt, dan levert hij wat op. Maar als je hem in de Engelse markt verkoopt, grotere voetbalmarkt, bieden mensen gewoon meer tegen elkaar op. In dit geval clubs.
Daarom betaal je ook meer voor een kaartje in Engeland als je naar een stadion gaat dan in Nederland. Wij zijn een kleine sportmarkt, dat is een grote sportmarkt. Als je schaatsen of darten doet, is het weer andersom. Dan is Nederland weer een grote markt. Dan kan je wel schaatsen weer meer in Nederland verdienen dan in bijvoorbeeld Amerika. Ook al lijkt dat een grotere markt qua mensen. Zouden we wat minder van schaatsen? Kleine sport. Nou ja, als je dat dus meeneemt, dan zie je dat teams uit New York zouden eigenlijk altijd sterker zijn dan teams uit, nou, pak een beet, Baltimore. Gewoon, New York is een grotere markt. Zoals in de Champions League in Europa alleen maar teams zitten uit Moskou, Milaan, Barcelona, nou, de grote steden. Madrid. Nou, dus als je in Amerika het net zo zou organiseren als in Europa, dan gaat het heel erg mis. Krijg je ook een competitie die niet meer spannend is. Mm-hmm. Dat betekent dat de organisatoren in de competitie, die hebben allerlei maatregelen bedacht om te zorgen, hoe zorgen wij nou dat het wel spannend blijft? Ja. En ik denk dat de leukste om uit te leggen is de draft. Precies. Voor de luisteraars. De nieuwe spelers die de Amerikaanse sportmarkt opkomen. De profmarkt opkomen. Die komen dan vanuit college sport. Ze hebben niet van die verenigingen die wij kennen. Van de universiteit af. Wat we net hebben gezien. De jongens van Clemson. Als die hun vierde jaar hebben gehad. En ze zijn echt goed. En ze denken, wij kunnen wel een profcontract tekenen. Dan moeten ze zich melden bij de NFL. Klopt. Bij de professionele league. En dan wordt hun naam op een lijst gezet. En dan zijn ze eligible voor de draft. Ze kunnen gekozen worden door de clubs. Zo gaat het daar. Dus de clubs gaan niet met een scout op pad en onderhandelen met spelers. En zeggen van, nou, wij bieden jou voor zoveel. En de andere clubs zeggen, wij bieden je meer. Mm. Nee, dus zo werkt het niet. Spelers staan op die lijst. En clubs mogen gewoon één voor één kiezen. En dat klinkt een beetje bizar. Dan kunnen ze gaan poten of zo om te kijken wie er als eerste mag kiezen. Maar ze hebben bedacht, en let op mijn verhaal wat ik net schetste. Ze hebben bedacht, de ploeg die vorig jaar als slechtste eindigde, als laatste, die mag als eerste kiezen. Ja. En ik denk dat iedereen snapt dat dat een heel goed voorbeeld is van zo'n regel waarbij je de beste spelers dus even toevoegt aan het slechtste team. Is wel heel vervelend voor die slechte speler. Ja. Dat is voor die hele goede speler, toch? Ja. Inderdaad. Ja. En het is ook een beetje, dat is in de NFL het mag het slechte, kiest het eerste. In de NBA is het net een beetje anders, omdat ze eerst nog gaan loten wie dan de eerste pick krijgt. En dan, zoals ik goed begrepen heb, heeft dan de allerslechtste, die heeft dan meer balletjes in de loterijbal. Dus dat zijn wel kleine nuances. Maar inderdaad, het verschil. Zo proberen ze dus het gelijk te houden. Nou ja, goed, als je de 20 laatste winnaars kijkt van de Super Bowl, behalve de Patriots, zit daar toch wel een heel groot verschil in. En dat is in de NBA. Is dat ook het geval, ondanks de superteams? Zeker. En met het honkbal ook? Zeker. Ja. Nee, ik laat altijd mijn lijstje zien met mijn studenten. Waar pak ik de laatste 20 titels van 3 grote voetbalcompetities in Europa? Ja. En dan 3 grote Amerikaanse competities. En dan zie je gewoon dat in Europa is dat 3-4-3 teams die dan uiteindelijk de afgelopen 20 jaar de titels hebben verdeeld. En in Amerika is dat 12-11-16 of zo. Ja. Praten we zo over door, want we doen nog even snel een. Nee hoor, Theo, weet je, we hebben het gewoon te horen gekregen, we kunnen doorgaan. We kunnen doorgaan. Gewoon gezellig. Okay. We worden gewoon niet weggeduwd door muziek. Dat is lekker. Nou, we worden nooit weggeduwd door muziek. We genieten van muziek. Okay, nou, we hebben zelfs een onderdeel voor muziek, Pieter. Maar jouw verhaal is zo boeiend dat ik denk gewoon de moeite waard is om even gewoon te blijven. Klopt dat? Oh nee, het is mijn schuld. Ik ga dat is even verkeerde signaal. Nou, we gaan nu naar de muziek, blijf hangen. Toch een soort signalenschandaal weer. Je hoort het, Love Tonight van Shoes. Nou, we zijn terug. Dit is Pilgrim Nation. En Pieter Verhoogd, topsportcoördinator uit Leiden. Vind ik altijd een mond vol. Ik wil graag nog even wat reageren over het verhaal. Over net wat hij vertelde. Okay. En dat ging over Europese competities en Amerikaanse competities. Amerikaanse competities, NFL of Major League, dat is gewoon een organisatie en die geeft de rechten aan het team om het te doen. En bij de NFL is zelfs zo erg volgens mij dat alle tv-rechten worden eerlijk verdeeld. Over 32, iedereen krijgt evenveel geld. Bij de Major League en basketbal is het net weer een beetje anders, geloof ik. Maar in Europa zijn de sporten opgegaan eigenlijk maar uit tijdverdrijf en verenigingen die bij elkaar gekomen zijn. Dus ze zijn in Rotterdam begonnen met voetballen, in Amsterdam, in Leiden. Op een gegeven moment zeiden ze, nou, misschien moeten we eens gewoon een gezamenlijke competitie gaan maken. Er is een voetbalbond opgericht. En zijn het meer losse bonden dan waardoor het zeg maar vanuit het verenigingsleven van onderop is. En dat is denk ik wel een essentieel verschil met het Amerikaans. Pieter, had het over bedrijven. Wat je zegt is helemaal terecht. Alle proforganisaties zijn in principe ontstaan in een amateurvereniging. Hè? Nog steeds amateurvereniging Feyenoord en Ajax. En die hebben gewoon op een gegeven moment besloten, toen er betaald voetbal
nou ja, toen dat wat leek te worden van, nou, dan gaan we ons eerste team commercieel maken. En dan werd het uit de vereniging gehaald. Ja, ja. Barcelona is een voorbeeld, hè, met de socio's waarbij het nog heel erg één is. Waar de breedte sport en de topsport gewoon nog aan elkaar zit. Het is nog steeds een soort van eerste team van, van de vereniging, ja, ja, zeg maar. In Amerika is het anders. Daar is de sport eigenlijk ontstaan vanuit ondernemers. Het spel honkbal was er wel. Dus honkbal is altijd het eerste sport dat een beetje is ontstaan in Amerika. Dus het spel was er wel en het werd inderdaad ook lokaal gespeeld. Maar wat daar ontstond was, dat heette barnstorming. Dat waren gewoon ondernemers die dachten, dan kan ik hier niet een slaatje uitslaan met deze nieuwe ontwikkeling. Weet je wat, ik koop wat van die jongens bij elkaar. Ik geef ze een leuke fee om, ik betaal ze een maand salaris. Nou, ik koop een bus, ik gooi ze er allemaal in. En we rijden van het een dorp naar het andere als een soort van kermis. En we lopen daar naar het honkbal en we zeggen, nou, wij kunnen het, daag ons maar uit. En dan, ja, kwam er altijd een soort van lokaal team, ging dan spelen tegen die, nou ja, profs. En het is helemaal vergelijkbaar met wat wij nog kennen, de Harlem Globetrotters. Dat is in, ja, feite nog steeds, ja, ja, hoe het begonnen is ooit. Dus dat was met reizende teams. Commerciële entiteiten, gewoon à la een circus. Dus daar kwam van de week van tevoren, werden daar de borden opgehangen. En er werd een kassa neergezet. Mensen konden een kaartje kopen en dan gingen de local boys gingen dan tegen de, nou ja, de jongens die onverslaanbaar waren, zeg maar, spelen. En dat werd ook meestal 58-1 of zo. Ja. Maar goed, het was wel gaaf, want ze zagen van hoog niveau honkbal. En op een gegeven moment werd het businessmodel zo dat een aantal van die ondernemers dachten van, ja, ik kan wel in die bus rond blijven rijden, maar volgens mij heb ik genoeg aantrekkingskracht. Ik ga gewoon ergens een stadion kopen. En dan gooi die jongens in een hotel en we kijken of andere teams bij ons langs willen komen of zo. Ja. Dus dat, nou, op die manier zijn er gewoon commerciële leagues ontstaan. Regionale leagues, waar gewoon een aantal van die ondernemers besloten van, nou ja, we kunnen ook gewoon dan tegen elkaar gaan spelen. Dan maken we een competitie. En dan komen we 28 keer bij jou bezoeken, jij 4 keer bij mij. En geen idee wat ze allemaal bedachten, maar dat was, ja, gewoon, ja, leuk. Zo is het ontstaan, puur met hoe verdienen wij nou geld met dit spelletje. Ja. En je kan het nog een beetje zien, zeg maar, bij het college sporten heb je natuurlijk heel veel van die verschillende conferences nog. Ja. En dat is natuurlijk ooit ontstaan, omdat, ja, toen kon Florida nog niet in Californië spelen, omdat ze dan 3 dagen onderweg waren. Ja. Dus nu is daar weer een hele shake-up aan de gang. Daar zullen we het verder niet over hebben. Nee, maar, ja. Dus het is meer inderdaad, zeg maar, wat jij zegt, rondreizend circus, bedoel ik niet onaardig. Nee, maar zo is het. Zo is het ontstaan. En, ja, inderdaad, honkbal bestond uit wel 20, 30 lokale of regionale competities. En uiteindelijk zie je dat er steeds meer fuseren, ja, en bij elkaar. En de staf sterft er weer eentje af. En uiteindelijk had je daar de American League en de National League. Dat waren 2 grote competities die overbleven. En uiteindelijk hebben die besloten van, laten wij met elkaar samen, ja, de Major League vormen. En op zich zijn dat nog steeds 2 aparte leagues. Hè? Zelfs met aparte regels. Ja, dus, dat klopt. Ja, ja, dat is, ja, op zich fascinerend. Zelfs het, volgens mij in de jaren 90 zelfs, is pas dat er interleague games in het seizoen zijn gekomen. Alleen maar, dus uiteindelijk alleen de All-Star game kon je ze tegen elkaar zien spelen. Ja, en de World Series. En de World Series, ja. Maar inderdaad, nu is dat steeds meer gemixt. Maar een heel groot verschil met de Europese markt is inderdaad dat de Europese competitie of de Europese teams zijn ontstaan. Zijn met publieke entiteiten. Zijn hebben vaak leden of ze horen nog bij een vereniging. In Amerika is alles private. Alle clubs zijn van een eigenaar. Uitzondering eentje natuurlijk. Onze vrienden van Aaron Rodgers. Ja. Alles is eigenaar. En dat geldt voor zowel de Major League Baseball, maar dat geldt ook voor de Rocket Racing League. Dat geldt voor WWF. Allemaal. Alles heeft eigenaar. Ja. En zelfs op de lagere niveaus. Weet je, je hebt ook gewoon kleine eigenaren die met een heel klein bedrag besluiten om een honkbalploeg te kopen in een single A league ergens. En proberen om daar een beetje geld mee te verdienen. En dat kan op 2 manieren. Je kan zorgen dat je in een seizoen gewoon meer inkomsten hebt dan je uitgaven hebt. Dan hou je geld over. En het andere is, je hebt een team gekocht en je probeert daar een beetje in te investeren. En je probeert het 5 jaar later weer te verkopen aan iemand anders die het wil hebben. Dan pak je daar je geld. Ja. Maar daar zit wel iets in. Want het belangrijk uitgangspunt erbij is, je ziet dat in Europa, sporteconomen zeggen altijd, in Europa is het punten voor munten. Ja. Hier is de focus helemaal op de ranglijst. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat wij promotie-degradatie kennen. Dus je kan eruit flikkeren aan de onderkant, dat wil je niet. En als je aan bovenin goed eindigt, dan mag je meestal weer in een hogere competitie mee, waar ook weer meer geld te verdienen is. Dus het is cruciaal dat je in die ranglijst in de gaten houdt. En we hebben natuurlijk al genoeg gezien dat dat wel leidt tot dat aan het eind van seizoen, als iedereen lekker heeft gehonkbald of weet ik het wat, en als er een speler zijn been breekt, weer gauw of een nieuwe erbij kopen, dan gaan we aan het eind kijken hoe het met de muntjes is. Ja, dat was niet zo goed gegaan.
Ja, ik zie de klok dat die gaat als een malle gewoon. Ja, vliegt. Die moet eraf, vliegt. Hè, klok. Ja. Hey, ik ga je gewoon, weet je wat we gaan doen? Ik ga je uitnodigen nog een keer om langs te komen als je zin in hebt. Want het is super boeiend. Neem een hele dag. Nou, dat zullen we gewoon onderhandelen. Ja. Zullen we onderhandelen. Maar in ieder geval heel erg bedankt. Nou, ik wil gewoon Gerry bedanken. Want het is, ik heb gewoon haar echt in het nauw gezet. Maar Bart-Jan, wanneer gaan we volgende maand... Ja, nou ja, allereerst natuurlijk ook... dankjewel Pieter voor jouw hele korte uitleg, maar duidelijk. En alleen over de draft kunnen we 5 afleveringen maken, denk ik. Lijkt me goed. Maar goed, volgende maand, 24 november, zijn we weer met meer American Sports. Nou ja, dan komen we langzaam al NHL's begonnen dan. En straks de Science 071. Ik dank Gerry voor de techniek. Ik wens iedereen een hele fijne avond. En voordat we gaan jullie trakteren met met een Leave Before You Love Me van Marshmallow en The Brothers. Super. Dat weet ik niet meer. Ja, dankjewel. In ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren en tot horens. Tot 7 uur, Sport 071 op Sleutelstad.